Hi guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik zit vandaag te twijfelen of ik mijn haar eruit ga halen of niet. Want ik wil echt graag mijn blonde pruik weer opdoen. En meestal is het dat de man op de vrouw moet wachten, maar bij ons is het andersom. Ik moet altijd op dat video wachten, omdat hij altijd 4 uur lang in de spiegel loopt te kijken naar zijn baard en weet ik veel wat. En dan zeg ik schiet op en dan heeft hij zijn outfit nog niet aan. Maar ik moet mijn vlogcamera opladen. Dus ik ga hem vandaag niet meenemen naar de gym. Ik heb wel een pre-workout pop en cola van Cosso. Ik ga het even lekker inkikken. En als we dan terug thuis zijn, dan zie ik jullie dan later. Hallo, ik ben Angelique. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Vandaag gaat Angelique de vlog overnemen. Dit is niet mijn vlog, maar dit is Angelique haar vlog. Nou, wat is mama aan het doen? Aan het koken. Hey, Angelique, weg nou. Jij gaat mij boos maken. Wat gaan we straks doen? Wij gaan straks cupcakes maken. Maar eerst gaan we eten. Jullie horen het, dit is Angelique de vlog. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier. Ik ga lekker naar Bliksemschicht toe. Je moet wel je armen recht houden. Echt waar, wat is hier? Een heleboel probleem in het huis. Waar is die andere? Die zit op Bliksemschicht. Hallo, ik heb nog een verrassing van mijn zus gekregen. En hier moet je dan doen, dan moet je deze dan zo doen en dan is die hier dan zo. Kijk. Dan gaat hij de andere kant op, zeg maar. Ja, dan gaat hij de andere kant op. Dit heet fidget, toch? Of zo? Ja. Fidget. Gaan we doen? Hey. Oké, kom, we gaan alle bubbels naar boven doen. En dan wie het eerste alle bubbels aan de andere kant heeft. Okay. Oh, je bent al begonnen, vals spelen. Ik heb nog niet afgeteld. Kom maar na! En Angelique heeft ook kindermondkapjes gekregen. Ga je het even laten zien? Kijk, dit zijn de mondkapjes die ik van mijn zus heb gekregen. We zijn nu aan het wachten tot mama klaar is met het eten maken. Ja, ik heb best wel honger, jij? Ja. Davinio is er ook en Brownie ook. Waar is Brownie? Oh, hier is Brownie. Brownie. Ben je nou mijn kont aan het filmen? Brani, kom. Kijk, Brani gaat dansen. Ding 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 ding. Na het eten gaan we cupcakes maken. Oeh, lekker hoor. Ga je ons helpen met cupcakes maken? Nee. Echt niet? Nee, ik ga naar jullie kijken. Ik ga het wel helpen opeten. Is dat wel goed? Nee. Oh, maar waarom moet ik daar mee helpen? Want dan mag je een cupcake. Ja. Oh, dan wel. Ja. Oké, dan ga ik wel mee helpen, ja? Mag ik op Bliksemschicht rijden? Ja. Vonneke gaat nu rond mijn paard rijden. Nou, ik hoop dat ik hem niet kapot maak, Angelique. Ik film je. Ben je aan het filmen?
Nou, Angelique, ik hoop dat bliksemschicht niet zijn rug breekt. Want ja, ik weeg iets van 1000 cupcakes bij elkaar. Even kijken hoor. Kom, bliksemschicht, hatje. Ik film je. Daar is bliksemschicht. Oh, dit gaat wel makkelijker. Nu, Brownie. Dit is niet mijn nieuwe hond. Nee. Wat? Hey, mama. Even kijken wat mama van bliksem zegt. Hey, ik vind helemaal niks van bliksem zegt. Nee, ik film je. Ik ben mama aan het filmen. Hey, bliksem zegt aaien. Oh, mama springt. Hey. Track. Nou, ik vind bliksemschicht wel heel lief. Ja. Oh shit. Ah. Ja. We moeten nu eten, dus we zijn straks weer terug. Doei guys, Angelique, je filmt echt zo scheef. We gaan nu brownie eten geven. Ik ben nu brownies eten aan het klaarmaken. We gaan nu even brownies eten brengen. Ik loop als een ober. Brownie, etenstijd. Handjes gevouwen, sluit ogen nu. Zo klinkt ons bidden, hij dankt tot u. Lieve Heer Jezus, zo bidden wij. Zegen ons allemaal, wees ons maar bij. Amen. Goed zo. Dat doet ze wel goed. En zo ziet hij eruit. Wat is dat? Een kroekje. Mama heeft lekker nasi gemaakt en ik ga nu alles opeten. Ga ook groente eten? Je moet mama's eten een cijfer geven. Welk cijfer krijgt mama's eten? Een 10. 9000. Wauw, een 9000, hè? Hi guys, ik heb mijn haar weer eruit gehaald. Deze vlog is een beetje chaotisch, alles door elkaar heen. Maar we zijn er. We zijn back. Ik zit nu in de auto trouwens. Ik ben aan het wachten op DAF. We hebben net even boodschap gedaan in de stad. Morgen hebben we weer een nieuwe bezichtiging, want de woning waar we waren gegaan hebben we uiteindelijk niet gekozen. Hallo? Nee, ik kom er nu aanrijden. Zo, what a hottie. Oké, guys, ik en Daf hadden laatste interview. En toen vroeg de interviewer van wat is het raarste dat jullie hebben meegemaakt. En toen heeft de viewer gewoon gezegd dat ik over hem heen heb geplast. Lekker spugen. Nee, dat gaat voor mij te ver. Hebben jullie geen fetisje?
Ja, ze heeft laatst over me heen geplast, dat was ook heel leuk. Nee, dat was squirt water. Volgende vraag. Dat was squirt water, ga niet zeggen dat het plas is, Davio. Ja, nou jongens. Maar ik heb niet over je heen geplast, wat je doet alsof ik je een golden shower heb gegeven. Ja, Patricia Pai ding. Oh, wil je dat? Ja. Nee, dat heb je al gedaan, dat hoef ik niet meer. Shit. Ik heb niet, maar je doet alsof ik zeg maar zei van ik doe mijn broek naar beneden en ik ga nu jou helemaal nat plassen. Nee, zo ging dat niet, maar dat zei ik ook niet. Nou. Yo guys, deze vlog is echt heel erg door de war en zo. Ik heb ook, pardon, ik heb ondertussen ook nieuw haar. Shout-out naar Pen & Texture. Ik ben nu met Madina, alleen ze is een beetje ziek, dus ze wil niet op de video. Maar we hebben Takemundo. Yeah, yeah. Leftovers are not the option, so this is a doggy bag. Wat betekent dat? Ja, ik weet niet, wat staat er? A doggy bag? A doggy bag. Oké, okay. Ik weet niet. Maar leftovers zijn sowieso geen option, want ik eet alles op. Net als Nunu van Teletubbies. Ik kwam filmen wat we hadden gegeten, maar ja, alles is al op. Is het geen kook? Nee. Weet je zeker? Ja. Oké guys, Madina had mijn pruik op. En je leek op een Russische chickie. Ja. Mijn tweede naam is Svetlana. Kan je Russisch worden? Хорошо, как дела? Luister, welke talen kan je allemaal? Want je kan ook Indonesisch, toch? Indonesisch? Wat was Indisch. Die? Indisch. Indisch, oh ja. Nou ja, klinkt ja. Een beetje hetzelfde, toch? Indisch, Indonesisch. Urdu, ja. Afghaans. Afghaans heb je zeg maar twee dialecten, Pashto en Dari. En ik had ze alle twee. En even kijken, ja, Engels, Duits. Woi yo, kan je Duits? Ich eine bitch. Ich bin eine Kaninchen. Dan zeg je, ik ben een konijn. Waar heb jij dit geleerd? Ik weet niet, school man. En dat is het enige wat je hebt onthouden? Nee. Ook was meins du? Betekent, wat ja. Bedoel je toch? Ja, dat stimmt. Swijnhunde. Ja guys, ik heb trouwens mijn pruik af. Ik lijk echt op een guy. Ik heb het gewoon echt heet. Nou guys, wij gaan slapen. Morgen moet ik gymmen. Ja, en ik ga voor haar haar powerfood maken. Ja, ik heb dus nog nooit in mijn leven zalm op. Zalm, toch? Ja. Ik dacht tonijn in mijn hoofd. Maar zalm is zo viezig, toch zo'n plakje? Nee, zalm. Kijk, je hebt gerookte zalm en je hebt zeg maar zalm die je moet bakken. Doe nog eens meer handgebaren. Nee. Ja, oké, morgen ga ik voor het eerst zalm in mijn leven zalm eten. Ik zou het eigenlijk vanavond voor haar maken, maar ze is pussy. Nee, ik was nog niet mentaal voorbereid. Ja, maar ik had er al gezegd, wees maar mentaal voorbereid. Maar goed, maakt niet uit, morgen is the day. Ja, ik vind het altijd leuk als mensen zeg maar een eerste keer met mij doen. Ja. Oh ja, en wat wou ik zeggen? Oh ja, binnenkort gaan we ooit een mukbang maken, maar ja, we moeten dan eerst het eten zeg maar vooraf hebben en niet te lang willen wachten. Dus die komt er ook ooit binnenkort aan. Dus als jullie dingen willen weten over Madina, zet het in de comments. Je hebt nog nooit een interview gedaan, hè? Nee, niet echt. Oké, maar dat bewaren we voor de mukbang. Oké, guys, Madina heeft gekookt. Wat voor cijfer geef je er? Ik geef een halve. 7,5. 7,5? Wow, hoezo nog? Wat zijn mensen? Zo tot 10. Hij moet ook een beetje culinair eruit zien. Yeah. Nah. Nee, maar oké, puur de smaak. Smaak is wel 8,5 leven. Het kan niet zo perfect zijn. Ze wil gewoon een 10 hebben. Ik zeg gewoon een 10. Zeg gewoon 10. 8,5 voor de smaak. Oké. Guys, we hebben net trouwens gegymd. Dat heb ik niet gefilmd. Mijn vlogcamera staat opladen. Ik heb geen foundation, geen concealer. Maar goed, dit is mijn eerste hap, hè? Ja, vond ik het
Oké, guys, we zitten nu in de auto. We zijn echt al 4 uur verder. Ja. Allemaal Madina's schuld. Helemaal. Ja, want je deed echt kapot lang met je make-up, man. Ik zeg je eerlijk. We hadden uurtellen nodig per laag en er waren dus 4 laagjes. Dus we zitten nu 4 laagjes. En dit is het resultaat. Wat vinden jullie? I think we need a make-up tutorial. Ja, echt, hè? Maar je hebt maar 1 video op je YouTube. Ja. Met je zusje. Die moeten jullie echt kijken, kapot grappig. Maar we gaan nu naar Almere Strand. En ik ben eigenlijk echt al super moe, want ja. Maar we gaan lekker barbecuen, we hebben er zin in. We zijn met Bilo en Davio. Hey, zo. So, yeah. Voorbereid. Zeker. Ik kom altijd onvoorbereid, ik heb zomaar een hoodie aan. Tante leed. Oké, okay, jongens, ik mis de brownie, dus ik heb hem even thuis opgehaald om mee te chillen op het strand. Yeah, yeah, yeah. Oh, mag ik niet aan jou volgen? Doe nog eens. Ah, ik echt, don't touch me, bitch. Zo rejected. Oh, ik ben al wel niet goed. Hoe gaan we niet even? Hey, eeuw, mensen. Yo! Wait. Uithalen! Hey, brownie! Hij kijkt wel echt heel trots in de zon. Laat maar. Het wordt geen vriendschap. Misschien ruikt hij dat je ook een andere hond hebt. Laat het daarop houden. Misschien ruikt je hand gewoon naar billen. Wat gaan we morgen doen? Morgen is het ook warm weer. Huis schoonmaken. Wat moet je doen, factuurtjes. Werken, pakketjes. Pakketjes. Oh, jij moet worstelen. Ja. Geniet er mag wel eens hoor. Nou, guys, we gaan hier nog eventjes chillen. Dan gaan we weer naar huis. Because avondklok, you know. Dus ik zie jullie als we weer thuis zijn. Yo, guys, ik heb de vlog niet afgesloten omdat ik echt kapot ziek ben. Ik lig ook alweer een paar dagen in bed. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Sorry, ik ben zo ziek. Ik wil echt dat het voorbij is. Reageer je onder beterschap als jullie willen dat ik beter word. Oké, doei.